gaan kijken naar de wedstrijd en kijken naar deze Jeff Chambers. De alleskunner uit de ploeg van Weert en ze hebben zeker zijn goede diensten nodig om overeind te blijven in de Vinkenkamp Sporthal. De hal waar Den Bosch tot het jaar 82 speelde en de Europa Cup successen met James Lister en Kees Akerboom beleefde. Hier scoort Weert dankzij Jeff Chambers in de beginfase. Dit is de coach Cor van S. En dit is de andere belangrijke Amerikaan, John Smith. En hij mist. Rebound dan voor Marco de Waard. Maar Weert was de ploeg die er het eerst vandoor ging in dit duel. Coach Jos Wolfs weet dat hij op zijn spelers kan rekenen. Maar Weert is het dus dat het goede begin heeft met Jeff Chambers. Spelend tegen Jos Kuipers en scorend. Zo komt Weert op 23-27. Ze kwamen meteen al aan een voorsprong van 7 punten. Dit is Willian Akkermans. Naar buiten gespeeld naar Ad Schepers. Spelverdeler. Die durft dan de 3 punten aan en mist. Rebound voor Den Bosch en kan er vandoor worden gegaan door Weert Goudé. Paas naar buiten naar Marco de Waard. En Marcel Hubbens die doorduwt. Riley Smith dan. Wandelt naar de basket, maar scoort wel. 29-27. En zo komt Den Bosch voor het eerst op voorsprong. John Smith. En Ad Schepers. Die scoort. En zo blijft Weert voorlopig eventjes in het spoor. 33-29 dankzij Ad Schepers. Den Bosch won de 2 voorgaande wedstrijden. Mede door het goede schot van Vreeswijk, maar hier mist hij. Rebound voor Jason Lansdowne. De 3e belangrijke Amerikaan bij Weert. Die scoort. Zorgt voor 33-31. Marcel Hubbens. En Weert Goudé die opbrengt. Mike Vreeswijk en Marcel Hubbens. Lansdowne zit ertussen. En dus kan Weert de aanval overnemen. Chambers alleen. Viert zijn feestje. 36-33. Nu zitten we in de fase waarin Jeff Chambers, de ploeg van Weert, van deze Cor van S, draagt. Aanval van Den Bosch. Veel herrie in de kleine sporthal en de score. 38-34 dankzij Marcel Hubbens. Die vervolgens ook de bonus benut. En zo neemt Den Bosch een voorsprong. Dan Weert in een mindere fase. De Waard bijna met de onderschepping. Een aanval van Weert verloopt moeizaam. 3 punten van Schepers. Is niet goed. Mike Vreeswijk neemt over. En dan zoekt Den Bosch naar zijn schutters. Naar deze Marco de Waard. 3 punten. Hij brengt zijn ploeg op een voorsprong van 10 punten. 44-34. En de donkere wolken pakken zich samen boven Weert. Jason Lansdowne scoort wel. Maar de achterstand is 44-36. Vreeswijk. Spelend op Riley Smith. Die zware duels uitvocht onder de basket tegen zijn landgenoot en naamgenoot John Smith. Hier probeert hij dwars door hem heen te lopen en dat mag ook nog van de scheidsrechters. 46-36 dankzij deze zware Riley Smith. En die gooide de 115 kilo van John Smith zomaar even tegen de vloer. Dan weer Weert met Salih Soudar. Slecht schot. Rebound Riley Smith. En zo loopt Den Bosch naar de volgende aanval. Marco de Waard. En wie het goed deed. Onderdoor. En een mooie score. En zo loopt Den Bosch naar een voorsprong bij rust. Het is uiteindelijk 50-40 halverwege. Dan het tweede bedrijf waarin Weert eens een keer zal moeten doordrukken. Als het nog enigszins kans wil houden in deze playoffs. Hier is Jason Lansdowne. Weer een 3-punter gemist. Rebound voor Jos Kuipers. Weert Goudé brengt de bal naar de andere kant. Dan is daar Mike Vreeswijk. En via Hubbens komt hij dan bij de coole schutter Jos Kuipers. 3 van de 4 3-punters zou hij raak schieten. Den Bosch loopt dan naar 58-43. En hier is John Smith. Nu zijn we eventjes na het tijdperk Chambers in het tijdperk John Smith beland. Hij zorgt voor 58-45. Wie het goed deed. Die wordt dan afgetroefd door Jason Lansdowne. En dan mag Chambers alleen weer voor een kunstje zorgen. Hij houdt het bij een bescheiden dunk.
Het is 58-47 dankzij Jeff Chambers. Den Bosch iets zuiniger met de schoten en ook betere schoten zoals deze Mike Vreeswijk. Hij zou de topscorer worden van Den Bosch met 27 punten. Dan Jason Lansdowne. En de paas op John Smith. Die heeft daar alle ruimte. Die kan dan zorgen voor 60-51. Aanmoedigingen van Jos Wolfs, de coach van Den Bosch. Dan komt Ad Schepers voor Weert. En weer Chambers. Schepers vaak dreigend met de drie punten. Maar hier naar Jason Lansdowne die aan een scorende periode begint. Hij zorgt voor 63-53. We hadden dus eerst het tijdperk Chambers. We krijgen een tijdperk John Smith. En hier zijn we in het tijdperk van Jason Lansdowne. En dat betekent dat het verband wat dat betreft bij de ploeg van Weert een beetje zoek is. Af en toe is iemand heel goed, maar als geheel is het onvoldoende dreiging voor Den Bosch dat hij hier weer doorkomt met de drie punten van Mike Vreeswijk. Hij zorgt voor 73-61. En als team is Den Bosch breder en sterker dan het ploeg van Weert. Dat blijkt nu ook in de derde wedstrijd. Hier de break met Weert Goudé. En zo loopt Den Bosch verder uit, 75-61. Dan weer Weert, dat heel vaak zocht naar de drie punten, liefst 26 keer. En maar 7 keer raakschoten, dus een belabberd percentage van 27. Hier is weer Jason Lansdowne. En dat zijn dus cijfers waarmee je Den Bosch absoluut niet op de knieën krijgt. Hier probeert Schepers het weer en zowaar, het lukt. Wordt 75-64 en Cor van S weet dat zijn team als geheel minder presteert dan dat van Den Bosch. Weer een aanval van Mike Vreeswijk en Dwayne Johns. Terug van een blessure. En ook weer klaar voor de finale. Dwayne Johns dan afgestopt en dan mag Riley Smith met dit oprapertje zorgen voor 77-64. Marco de Waard. En weer Wiert Goudé die ook een scorende rol had. 18 punten van hem. En zo waren de scores mooi verdeeld bij Den Bosch. Wiert Goudé. Spelend op Riley Smith en die laat het over aan Marcel Huibens. Die mist zowaar. Chambers er dan vandoor. Raakt bijna die bal kwijt. En dan komt Jason Lansdowne. Wel een driepunter. Zo kruipt Weert nog heel eventjes dichtbij. Het is 91-86. En zo lijkt Weert ineens nog de geest te krijgen. Anderhalve minuut voor tijd. Schepers draaiend. En Weert gaat op zoek naar een nieuwe driepunter met Chambers. Die mist weer en dan is er de rebound voor Lansdowne. Die zorgt met zijn 30ste punt voor 93-88. Wordt het nog gevaarlijk voor Jos Wolfs en zijn mannen. Wie het goed deed. En de actie van Chambers. Hij loopt bijna door Vreeswijk heen en mag naar de kant. Het is een vijfde fout. En het seizoen zit erop dus voor Jeff Chambers. En wat gaat hij dan doen? Niet naar zijn bank. Nee hoor, dan gaat hij de tegenstander bedanken. Tot en met de verzorgers toe. En Dwayne Johns krijgt nog een extra hup. Dan zijn we via vrije worpen over en weer bij de laatste seconden met Wiert Goudé op de vrije worplijn. Maar hij ziet geen kans om het 100ste punt voor Den Bosch te maken. Wiert blijft steken op 91. Den Bosch heeft er 99. En wint dus voor de derde achtereenvolgende keer in deze halve finales van Wiert. En plaatst zich dus voor de finale waar iedereen in het kamp van Libertel Den Bosch uiteraard erg tevreden mee is.